Hoe klinkt Rotterdam? Ja. Ja, dat kan Alex wel even laten horen, denk ik. Ja, hoor je het? Hè? Dus het begint zo rauw, maar er zit zo'n zacht hart achter. Ja, dat is Rotterdam. Ja. Toch? Ja. Het Rotterdam Philharmonisch is een bijzondere samenwerking aangegaan en gaat de muziek verzorgen van een film waar haar thuisbasis de hoofdrol in speelt. Het is wel grappig, het begon eigenlijk met een tweet die we langs zagen komen dat Halina Rijn zou spelen. En toen hebben wij daarop gereclameerd en hebben gezegd, nou, tegen Jan-Lieke Adelstein, nou gaan wij natuurlijk de muziek maken. Voorlopers van Rotterdam I Love You zijn Paris Je T'aime en New York I Love You. Nou ja, nu is Rotterdam dus eindelijk aan de beurt. Dat is, Rotterdam is daar in de arena van 11 liefdesverhalen. En die 11 liefdesverhalen worden allemaal door verschillende internationale en Nederlandse regisseurs verteld. En samen met het Rotterdam Philharmonisch dus. Waarbij de orkestleden ook hun filmdebuut maken. Ik denk voor het hele orkest wordt het een hele uitdaging. Ja. Kan je ook acteren? Nou, dat zie je nu, hè. Dit is het, zeg maar. Ja.